In Breda staat een huis van de weduwe Uberveld. Gedurende de bezetting was er een bureau gevestigd van de landelijke organisatie voor onderduikers, waar onder andere voor vele geallieerde piloten die gestrand waren, valse passen en identiteitskaarten gereed gemaakt werden. De ondergrondse in Breda deed nog meer. Op het terrein van de gasfabriek bijvoorbeeld stond en staat nog een transformatorhuisje. Nooit hebben de Duitsers geweten dat zich hierin een telefoon bevond waarmee de piloten, toen Frankrijk en België bevrijd waren, zich met hun directe chefs al daar in verbinding konden stellen. Janus Vermeeren en zijn vrouw Marie stelden hun tuinmanswoning als doorgangshuis ter beschikking. Ongeveer 50 piloten brachten kortere of langere tijd in hun huis door. In de schoorsteen was een schuilplaats waarin 6 personen een onderkomen konden vinden. Anderen dan Janus en zijn vrouw zorgden ervoor dat de vliegers veilig over de grens kwamen. Evert, een marechaussee, nam er 200 voor zijn rekening. Bij grenspaal 216 gaf hij ze over aan de mannen van de Belgische ondergrondse. Uit dankbaarheid voor de hem bewezen hulp heeft nu een Amerikaanse oorlogsvlieger een zending sigaretten naar Breda gestuurd. Ambassadeur Baruch is ze zelf komen uitreiken. De man voor wie ze eigenlijk bestemd waren heeft zich niet gemeld en daarom besloot het gemeentebestuur de sigaretten onder 50 pilotenhelpers te verdelen. De ondergrondse werkers houden zich meestal bescheiden op de achtergrond, maar het is begrijpelijk dat ze nu voor dit buitenkansje even in de openbaarheid zijn getreden. Voor de weduwe Uberveld, die haar huis in de Spoorstraat beschikbaar stelde, had dokter Baruch zelf een bloemetje meegebracht.